De grens met België gaat op slot. Nou ja, gedeeltelijk dan. Als je in de grensregio woont, mag je voor dringende zaken naar België toe. In elk geval niet voor de lol. En je hebt een verklaring op eer nodig. Het wordt er allemaal niet duidelijker op. Heeft u een verklaring bij u? Nee, ik heb geen verklaring bij. Nee. Want? Ik was niet van bewust dat ik een bij me moest hebben. Ja, u wist nog niet dat er strengere regels waren gekomen in België? Nee, ben ik nog niet van op de hoogte, nee. Deze vrachtwagenchauffeur op de grens Essen-Nispe weet nog van niks. Maar de grens is niet meer voor iedereen open. De restricties die momenteel gelden in België is voornamelijk voor toeristisch verkeer en recreatief verkeer, om dat eigenlijk hier buiten te houden. Maar met de verklaring die je kunt downloaden op de site van de Belgische overheid, mag je voor noodzakelijke reizen de grens over. Dat geldt zeker voor grensbewoners. Dus dat is allemaal in de wetgeving voorzien, dat mensen die in grensregio's wonen, in de grensgemeente en de gemeentes daarnaast, dat zij nog hun onder bepaalde voorwaarden zaken kunnen doen. En dat houdt in dat elke dagelijks leven moet kunnen blijven doorgaan, maar het moet wel noodzakelijk zijn. En, heel belangrijk, je moet een attest bij hebben, een verklaring op eer, wat je juist aan het doen bent. Deze kledingwinkel in het Vlaamse Essen is de Nederlandse klanten kwijt. Het is sinds vandaag en eigenlijk gisteren in de loop van de middag begon het duidelijk rustiger te worden in zowel het dorp, maar ook in de winkel natuurlijk. Ja. De hoofdstraat, normaal vergeven van Nederlanders, is dat nu niet. Goedkoop een slof sigaretten gaan halen net over de grens. Ze zien het hier niet meer gebeuren. En er komen hier ook nauwelijks Nederlanders om een vers broodje te halen. Terwijl dat met een verklaring van eer, zoals dat heet, wel zou moeten mogen. Maar de regels zijn volgens de ondernemers hier onduidelijk. En veel Nederlanders weten niet hoe dat dan moet. U kent ons Nederlanders. Goedkoop gaan tanken in België, mag dat nog wel? Nu, dat is, ik zeg het, dat is een beetje moeilijk om dat zo te zeggen, maar normaal gezien tanken, dat is eigenlijk vrij noodzakelijk. Hè. Maar vergeet zeker niet uw verklaring op eer. Heeft u nou ook een verklaring bij u? Een verklaring? Ja. Nee, ik heb er ook nergens het nieuws iets van gehoord. Nee. Dus ik zou het niet weten hoe ik het had moeten kunnen weten. Roadblocks op de grens, zoals bij de eerste coronagolf, die komen er dit keer niet. Er worden wel controles gedaan. Wij zijn wel met ons ploeg op de baan. En die gaan zeker, zoals wij dat noemen, steeksproefgewijs, gaan wij dus mensen controleren. Word je gepakt, dan kost het €250. De regels duren in ieder geval tot 1 maart.